Verjaardagen van je beste vriend. Borrels met je werk. Of de uitvaart van je cavia. Het lijkt me handig om al die plannen voor komend weekend in de avond te gaan skippen. Want we gaan naar Miami. De race die al twee keer verrassend leuk was. Het layout misschien ietsjes minder. Maar de race wel. Max Verstappen gaat daar naartoe met een 100% pole position streak. Op zoek naar zijn vijfde zegen in zes Grand Prix. We gaan kijken of ook Verstappen weer een tik op de neus uit kan delen. En als je de beelden online voorbij zag komen, heeft Lando Norris die afgelopen weekend al gehad. toen hij aan het feesten was met Martin Garrett. <laughs> Mijn naam is Joris Mossendijk, host van deze podcast. We gaan vooruitblikken op die Grand Prix van Miami. Formule 1-kenner Ruud Dimmers en viaplay analist Tom Coronel zijn ook weer van de partij. Ruud, meteen even kijken of jij scherp bent in de meivakantie. Mocht Max Verstappen winnen in Miami, zijn hoeveelste zeeg is het dan op rij in Amerika? Oh, Zes? Jij zegt zes. Tom, meer of minder? The mayor. Het wordt zijn zevende zege op rij in Amerika, mocht Max Verstappen winnen. Eigenlijk sinds we corona-varwel hebben gezegd, was Max Verstappen dominant in Las Vegas, Miami en uh, ook niet eens uh, natuurlijk uh, Austin. Terwijl Tom bezoek krijgt van het Calf of Denzel. Die hebben we natuurlijk al een <laughs> tijdje niet meer gezien in de podcast. Uh, Tom, we gaan maar heel even meteen uh, naar jou toe, want jij hebt een relatief uh, kort nachtje gehad. Jij was met je zoon ja. Rocco in Frankrijk voor uh, een kartkampioenschap en uh, nou, ja, ja, eens allemaal hoe het ging. Klopt. Het Europese Via-Kart kampioenschap uh, ja, was even jammer. Ik kreeg in de eerste race weet ik, gedisqualificeerd. Kreeg die zwarte vlag er iets loshing. Meatball, nou heel gedoe. Uiteindelijk werd het een discussie om dat hij de vlag had genegeerd. Maar in de finale ging hij goed. Uh, helemaal van plek 19 naar plek 3. En uiteindelijk gefinis op 0,17 achter de winnaar. Ja, dat was een serieuze vet race. Dus hij is niet voor mij. Maar ik heb het er net even bijgepakt, want Rocco lekker. ligt nog hiervoor uh, te slapen in de camper. Maar ja, dit was wel weer, uh, dit was wel weer een uh, hele mooie. Dit was echt uh, dat ik denk van, oké, okay, hier laat je het verschil zien. Dus uh, nee, Rocco is lekker bezig. Maar komen er ook mensen naar je toe die zeggen van, ja. Uh, Tommy? Uh... Ja. ja, 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 ja. Zelfs al, uh, kijk, in de regen heeft hij natuurlijk in Valencia heeft hij, uh, heeft hij echt serieuze partikjes uitgedeeld en nu op droog hij heeft hem niet gewonnen, maar. Uh, ja, er werd meer over hem gesproken dan, uh, dan over de rest. Dus dat was maar, goed. Maar Tom, heb jij het nummer van Helmoet Marco? Uh... Ja, natuurlijk heb ik die. Nee, maar nee, nee jongens, dit is allemaal veel te vroeg. Hij is net 13. Kom maar. Nee, we, maar je, je, we je, je, zitten je je er blaag, lekker bij. Ja, het, het is, het is ja. wel knap. Ja. Van plek 19 ja. naar plek 3. En dan, uh... ja, er zijn gewoon uh, 88 van die jochies over de hele wereld. En uh, ja, er zit gewoon in Nederland eigenlijk non-stop altijd bij de eerste vijf. En dat is wel leuk. Maar we zijn er nog niet, jongens. Dit is pas het begin. Dus uh, wie weet. Een lange weg te gaan. Uh, Hoe ver uh, staat ja. het nu dit jaar met uh, het bekerkampioenschap tussen uh, vader en zoon Coronel? Want ik denk oh, dat Rocco oh, oh. die begint serieuze stappen te maken. <laughs> ja, nou, er staan er daar nog een paar op de grond, zoals je ziet. <laughs> maar, uh, ja, maar dit nee, zijn dit vorig jaar, jaar, jaar toch, uh, staat die zijn, Rocky die zijn niet, voor. Ja, nee, die zijn nee niet nee, van nee, 24. Nee, dit jaar staat Rocky voor. En nee, die zijn niet zo heel uh, mooi, Tom, want die zijn allemaal hetzelfde. Ja, dat klopt. Ja, oh, 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 oh. Dan wil je eventjes dat ik een rondje maak. Uh, wat denk je van die daarboven dan? Of wat dacht je van die daar, die daarboven? Ja, of, die, 1999 hè Die was een bekers terug, Tom. Daar. Ja, nee, 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 Jongens, jullie hebben me gelijk. Het is klaar, het is klaar, het is Het hoeft voor mij ook allemaal niet meer zo. Ik ben gewoon heel druk met, uh, met, met die apen. En ik vind dat hartstikke leuk. En hij doet dat hartstikke goed. Dus uh, nou, zolang, je nou nou, die, uh, zolang je nou niet die uh, racepensioen aankomt, of zo, hè? Nee, nee, nee. jongens, we gaan geen gierukjes. mensen vermoorden. Nee, jongens. Nee. Jongens, wij gaan even het kart achter ons laten. En we ja, gaan eerst beginnen met Dat de Formule 1 en de podcast. Ja. De allereerste stelling ging, gaat natuurlijk eigenlijk een beetje over het nieuws wat uh, vorige week de ronde deed. En er was vorige week nogal wat nieuws. Ging het niet over een Kimmy Antonelli die uh, Logan Sargent zou gaan vervangen na Miami? Ging het wel over transfers van allerlei verschillende coureurs? Maar uiteindelijk kwam daar toch donderdag namiddag het nieuws. En de stelling daarop: Adrian Newey heeft nog steeds de kennis in pacht om een nieuw team kampioen te maken bij de constructeurs. Nee. Nee, inside information van zeer betrouwbare mensen. Uh, heb ik begrepen dat hij, uh, dat hij met allemaal heel veel uh, nevenactiviteiten bezig is. Uh, zoals onder andere is hij heel druk nu met zijn, uh, met zijn eigen boot. Hij heeft een hele grote boot, van ik zeg iets van uh, 9, 8, 29 meter, die hij helemaal aan het uh, mooi maken is. Fine tuning is waar hij zelf mee om de wereld wil gaan, uh, wil gaan zeilen. En dat is allemaal een beetje gebeurd twee jaar geleden, nadat hij het uh, fietsongeluk heeft gehad. Het is natuurlijk een tijdje niet aanwezig geweest. Dus heel voorzichtig hebben mensen gewoon een beetje zijn taken overgenomen. En is hij eigenlijk nooit meer echt teruggekomen. Dus uh, nee, nee uh, we weten dat Pierre Warcher eigenlijk de uh, main man is. Uh, toen ik in Abu Dhabi was en bij Red Bull zat, toen is me dat echt al heel duidelijk gemaakt. Toen werd hij er ook bijgepakt bij mij aan tafel. Dus uh, nee hoor, uh, er werd mij toen al verteld dat uh, Niewe heel voorzichtig eigenlijk uh, er niet meer bij was. Ja, maar ik denk dat de rol van Newey wat anders is. Uh, Klopt. Alleen hij heeft, uh, ja, hoeveel jaar Formule 1 ervaring? De 30 plus. En hoeveel wereldtitels? Ja. Joris, die heb jij ja. vast en zeker ergens opgezocht. Ja, ik wil 15? zeggen, er zitten bij mij, Volgens mij zijn het er meer dan 15 of zo, van komen kampioenschappen. Maar die man heeft wel zoveel ervaring. En die heeft zoveel kennis. En die weet echt wel hoe je heel veel dingen binnen, binnen, binnen een team moet leiden. En hij wordt inderdaad wat minder zichtbaar. Uh, alleen, als hij weggaat bij Red Bull, dan, ja, dan zal dat ergens dit jaar zijn. Dan zal hij uh, volgend jaar waarschijnlijk ook niks mogen doen. Uh, dan kan hij makkelijk een rondje rond de wereld met zijn nieuwe boot. <laughs> ja, ja. <laughs> en uh, daar is een notitieblokje mee. Maar dan is het gerucht dat uh, Ferrari wil hem heel graag hebben, uh, dat hij daar dan kan tekenen voor vier jaar voor alles bij elkaar 100 miljoen euro. Dus 25 miljoen. Soort Cristiano Ronaldo-achtig contract is het bijna. Ja, wel met het verschil dat Cristiano Ronaldo... die speelt ergens op een of de pollenveldje. Drie hoog voor 300 miljoen per jaar. En die gaat dan wel naar Ferrari, het meest iconische team. Dus er zit wel een klein beetje verschil, jongens. jongens? Misschien is het wel leuk om dadelijk heel even te voorspellen. Want die vraag komt ook binnen via de vragenronde van... jongens, voorspel even voor punten waar jullie denken... dat Nui volgend jaar naartoe gaat. Kunnen we dadelijk doen. Maar als we even kijken naar... De voortuin of de achtertuin? Kunnen we zeker weten doen. Geraniums Ik kaap de goede hoop op de Noordpool. <laughs> Ik denk dat hij helemaal niks meer gaat doen. Ik denk dat hij gewoon lekker van het leven gaat genieten. Ja, ja, nou, ja, 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 wij, wij spraken het, het, vorige week spraken wij uh, Ernest Knors is natuurlijk ook een uh, voormalig motoringenieur geweest van Ferrari natuurlijk via play collega van jou uh, Tom en ja, ik vroeg ja, hem inderdaad ja. ook van jij zegt net de Ruud voorstelde uh, zo 100 100 miljoen willen bieden Mercedes zou lekker aan hem willen trekken dan heb je nog Aston Martin die natuurlijk wil misschien dat zo'n Audi project ook nog heel interessant kan zijn al komen die natuurlijk van veel verder af en ja Ernest die zei als ik mijn geld doe. op in moet zetten zou ik zeggen ja. Ja, ik denk dat hij naar Ferrari wil want ook al ben je natuurlijk als coureur zijnde... wil je ooit een keer voor Ferrari rijden... denk je dat het voor Nieuwe dat niet anders is. Ook. Wat zouden inderdaad jullie doen in de schoenen van Nieuwe? Weet het met zijn leeftijd, zijn staat van zijn? Nou ja, ik ja, hoor je, altijd Tom Coronel roepen... Als, als, dat, je uh, als je wat oud. ouder bent... Ja, ja de auto <laughs> weet niet hoe oud je bent. Nee, nee, nee. maar, nee, nee, maar, nee, maar dat als je wat ouder bent... je carrière afsluiten bij Ferrari? Nee, als Klopt. ik hem was, dan is er maar één, één team... waar je naartoe zou willen gaan. Dat is één team wat eigenlijk alle faciliteit heeft... Ook al heb je een budget cap, ongelimiteerd geld, want wat er achter de schermen allemaal gebeurt, dat zien we echt allemaal niet in de Formule 1. Daar ben ik altijd van overtuigd. Klopt. Je kunt er uh, misschien als sideproject ook nog wel werken aan een van de supersonische Ferrari die je, die je mede kunt designen. Dan ga je van Ferrari 300 Ja, maar het is een heel team, weet je. Dus ik denk niet meer dat hij de geheimen zelf heeft. Uh, ik weet zeker dat hij het plaatje overal heel goed begrijpt. Uh, maar het team wat hij om zich heen heeft gebouwd, die hebben natuurlijk al die informatie en die know-how natuurlijk ook van hem allemaal meegenomen. Dus het is niet alleen Newey, weet je. Als je daar gaat, dan moet je ook Pierre Warché hebben. En als je dan toch uh, dat hele team meeneemt, ik zeg, ja, dan zou ik Max Verstappen ook meenemen. Weet je, ja. Dus volgens mij moeten ze nog eventjes met een beetje geld gaan strooien daar in Italië. En dan, dan gaat het allemaal ooit een keer goedkomen met het rode paard. Uh, en dan, uh, dan wordt het leuk. Maar Newey gaat naar mijn inzien. Gewoon lekker van het leven genieten. Mooie dingen doen en uh, zeggen dat hij, dat hij niet kan en niet mag. En dat hartstikke goed voor zijn eer is. Maar om vier jaar tot je zeventigste bij Ferrari te gaan zitten, nee, kom op jongens, doe even normaal. Ga even lekker genieten. Dus Tom Cornel zegt Adrian Newey gaat met pensioen. Ja, nee, nee, ja, van het leven genieten. Ja, ja. Formule 1, pensioen. Ja, klopt. Oké, okay. nee, en wat betekent Ruud, wat dat voor Max op het moment dat hij weggaat, nou Ja, weg Laten we dadelijk even naar Max nix. gaan, want dan kunnen Hele we dan een nieuw stukje oh. afronden wat Ruud, waar gaat Adrian Newey naartoe in 2025? Uh, 25, denk ik, een jaartje tuinieren. Maar ah, ik denk ja. dat hij... Uh, ik hoop dat hij naar Ferrari gaat. En ik zou dat een hele mooie, hele mooie stap vinden. Mooi voor de Formule 1. En ik ben het met Tom eens. Het zijn tegenwoordig 300 man... die de technische en de mechanische kant van een auto... ontwerpen en ontwikkelen. En daar is hij er één van. Maar hij heeft een schat aan ervaring. En... Ik gun het de sport wel dat het meer wordt dan alleen maxen stoppen. Ja. Ja. Het, uh, we gaan het in de gaten houden. We hebben natuurlijk oh. momenteel de contractsituatie van Newey. Wat we weten is dat hij tot eind 25 een contract heeft. En dat hij alleen eerder zou kunnen vertrekken met Gardening Leave Als hij naar een ander team zou overstappen. Zo'n soort ontsnappingsclausule. Details weten we natuurlijk niet precies. Mocht je nou veel meer even willen weten over hoe dat Gardening Leave nou bijvoorbeeld werkt. Of de situatie van Newey. Check dan heel even de video die hebben we hebben opgenomen met Ernest Knors. Hij heeft ook te maken gehad met Gardening Leave toen hij overstapte naar Ferrari. Hij heeft dat fantastisch uitgelegd. Dan gaan we nu even. Even het bruggetje maken wat inderdaad Ruud al net wilde: wilde inkoppen. zou een vertrek, een pensioen en noem maar, maar op. In ieder geval het weggaan van Nui ook te maken kunnen hebben dat dan een keuze voor verstappen makkelijker wordt om bij Red Bull weg te gaan. Ja, voorlopig is Red Bull nog de snelste auto en en verstappen werkt met Pierre Wachet. Dat 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 is de man waar hij zich momenteel op focust. Dat is helemaal nieuw in niet meer. Helemaal echt helemaal 0.0. Je ziet het ook. Het is, een, het is een hele andere generatie. Een hele andere chemistry hebben die met elkaar. Um, toen, ik, uh, toen ik gewoon bij Red Bull zat, zag ik gewoon dat daar gewoon een hele andere klik was met, uh, met Pierre. En dat ze daar constant ja, mee in gesprek waren. En aan het geiten waren. En, weet je, dus, dus ik, nee, ik zie daar. Uh, Newie, uh, uh, thank you. You did very well. Uh, weet je, ga. Je bent ook 65. Ga leuke dingen doen met je leven. Hoe lang heb je nog? Ik bedoel, en dan, dan heb je de 100 miljoen. Heb je gewerkt met je 70 En dan neem je daarmee uh, je kist in. Wat, wat, dat moet je helemaal niet willen doen. Echt niet. Het gaat hem niet meer om de poen. Die laatste 100 maakt hem echt niet meer uit. Nee, die, is al, die is al lang binnen. Maar, dat, uh, ja. maar de, ja, de, de verstappen situatie die, die, die blijft natuurlijk nog uh, in het ongewisse. De, 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 geruchte, de, de geruchten zijn er uh, dat rondom Miami. Uh, hij met Mercedes uh, gaat, uh, ja met Jos en met Raymond gaat praten met Mercedes met Toto Wolf ja. met uh, weet die beste man die daar bij Mercedes zit kom even niet op zijn naam uh, even die topmannen en dat ze dan gaan babbelen inderdaad over de toekomst. Ja dat is de uh, eigenaar van uh, Iones wat is het uh, ja. uh, die 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 miljardair ja Ineos die, wil, die ja Ineos die die uh, die wil gewoon Max hebben die heeft dat gewoon op zijn scope gezet. Ja, maar dat ze, dan, dat ze dan inderdaad ook gaan babbelen over wat is er mogelijk. En dat is echt niet alleen geld, want eigenlijk qua geld is er van alles mogelijk. Alleen, ja, wie zegt niet. dat je volgend jaar wel een auto hebt die niet op plekje 18 eindigt in de kwalificatie. Dat je wel een auto hebt die gewoon om de eerste drie, vier plekjes meedoet. Want als je max weggaat bij Red Bull dan vlies je drie, vier, tien aan de voorkant... Maar ook. Ja, daarom. En dan win je ook weer 3-14 met Mercedes. Alleen goed, op dit moment is het gat van heel erg groot. Ik zeg je op 26 verdwijnt hij gewoon de geruchten bij Ford met, met het hele power unit. Dat ze daar zwaar achter lopen, dat ze vermogen er niet uit krijgen. Ze lopen zwaar achter op schema. Dat, dat ze het gewoon niet voor elkaar gaan boksen. En dat hij daar gewoon te bang voor is. Om een uh, 26, 27, 28 net, net naast de pot te pissen. En dan uh, dat Mercedes ook nog eens keer een live contract, zoals ze dat ook al bij Lewis uh, hebben gedaan, aan, uh, aan de hele Versnappenclub wil aanbieden. Dus dat hij dat gewoon ook een, uh, een ambassadeur wordt voor het merk. Dat is wat anders, een ambassadeur zijn van een, uh, van een blikjesfabrikant. Ja, weet je, ik bedoel, denk ook eventjes aan de toekomst. Nou, ik denk gewoon dat het, het is gewoon een optelsom. Hij gaat gewoon de aankomende twee jaar nog eventjes die, die wereldtitel pakken. En de 26 zit hij gewoon in dat zilveren ding. Ik, ik kan me bijna niet voorstellen dat dat anders is. Ja, Het zou een 25 kunnen zijn. Maar dat is natuurlijk ja, maximaal Wie, natuurlijk is, wie heeft even. daar de meerwaarde voor? Ja, ja maximaal een 25 gelegd. Ja, ja, dat klopt. Alleen nee, de, de ander moet ook wel hè, de, de, de mogelijkheden kunnen schetsen zeg maar, om, om er te komen. Maar dan zou je eind 2025 afscheid moeten nemen van George Russell bij Mercedes. En dan zou je ja. Antonelli in verstappen in een 26 moeten hebben. Ja, in de nieuwe regels. Want anders, anders gaat het dan niet om. Ja, ja. Nou, nee, maar, nee, maar ja, kijk, dus als, als het allemaal alles gaat, in Mercedes, het gaat om geld. Ja, maar als ze bij Mercedes gewoon contracten... lekker uit kan pakken. Sorry. Ja. Ja, maar, ja, maar als ze bij Mercedes lekker, lekker inderdaad uit kan pakken. En ze krijgen een Carlos Sainz voor één jaartje in 2025. Ze weten, we gaan ja. toch niet voor de titels vechten. Dus hopen zoveel mogelijk constructeursgeld binnenhalen. Met een beetje geluk krijg je Sainz. Anders wordt het een Ocon, want die wil ook gewoon ontzettend graag. Desnoods knal je al een, 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 een Antonelli of een Mick Schumacher desnoods in die uh, W16. En als je vanaf 2026 toch met de line-up Verstappen Antonelli kan rijden... Wetende dat vaak Mercedes goed is met nieuwe reglementen, ja, dan krijgen we gewoon weer een, een nieuw dominant tijdperk, maar nu in de vorm van Mercedes, toch? Maar meester voorspeller Tom Cornel, ja. Hoeveel Ik procent heb... zeker ben jij dat Max in 2026 voor Mercedes rijdt? 51 procent. <laughs> oh, dat vond hem wel mee, vind ik. Cornel uh, <laughs> nee, 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 Termen. Nee nee. nee, nee, nee. Maar kijk, maar het is 1% meer dan de andere kant op. Uh, dat, maar dat heeft, dat heeft meer met je toekomst te maken. Weet je, ik zie dat de plezierfactor een beetje weg is. Ik zie dat Max gewoon zijn ding doet. Ja? Hij heeft het gewoon niet. Meer naar zijn zin daar bij Red Bull. Dat, dat is gewoon aan alles af te leiden. En dat is het enige waar ik naar kijk. En als je dan denkt, weet je, ik moet investeren in een jaar, maar dan ga ik een jaar lang op een houtje bijten en een beetje, een beetje rond plek 5 rondrijden. Dat, dat trekt Verstappen niet. Dat, dat trekt hij niet. Dus daarom denk ik dat hij gewoon uh, 26 heeft gezegd, jongens, dan gaan we gewoon naar Mercedes toe, als we minstens dezelfde deal hebben als bij Red Bull. Nou, dan gaan ze uitkomen. En, en dan, dan, dan zou Mercedes gek zijn om het niet te doen. Want en je wint drie tiende die je bij je concurrent weghaalt en je wint zelf drie tiende voor jezelf. Dus, dus het is gewoon een win-win pakket. Want je kan nog zo'n goede auto bouwen... maar drie tiende zit in het poppetje. Is verslappen. Nou, wat is die drie tiende waard? Dat is volgens mij het hele raceteam waard. Dus het is gewoon een, het is gewoon een blanco cheque. Echt. En ja, toekomst. Hij is minder stellig dan ik verwacht had, Joris. Ja, ja, ik he? denk die, die, die laat nu wel weer iets doorstreven met de of... Nee, nou, ik heb minimaal nee, 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 75% nee, 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 gegokt. Dat... Na volgende week. <laughs> na volgende week. Nee, moet ik uh, even niet uit mensen gesproken uh, hebben, jongens? Dan, dan, dan durf, ik, uh, durf ik wel een hou ik je aan, te maken. Na maar volgende week. Volgende wil week. Wil die gewoon podcast. in de snelstoten zitten? Ja. We houden het nog een klein beetje bij die, 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 die transfers en die coureurstransfers. Want kunnen wij misschien nu al concluderen dat Nico Hulkenberg de grote winnaar is van alle coureurstransfers die zijn geweest en misschien nog gaan komen? Ja, ik nooit verwacht. Nooit. nooit, die, nooit. Die, die, Echt die, helemaal die, never nooit. Haar, die, 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 ja, Tommy, die. Maar het is weer eentje zo eentje die ervaring heeft en we hebben hem nodig. En al... Jongens, hoeveel races heeft hij gereden? Die gozer heeft nooit op het podium gestaan. Twee kans gehad. Nou, dat zeg ik. Ja. Kans gehad. Geef eens de kans aan de anderen. We gaan weer voor die safety. We gaan weer voor, voor dat standaard gedoe. Dit, hier hoor je allemaal jonge nieuwe honden in te zetten. Ik, ja, dat vind ik echt. Ik, ik, ik vind het gewoon zonde. Ja, maar uh, Duitser, Duits team. Ja, dat zeg oh. ik. Het gaat dus niet om prestatie. <laughs> nee, ja, ik, kijk, kijk, hoor, ik ben die, er Maar van. die zag je toch al lang aankomen, Tom? Tuurlijk maar, zag ik hem aankomen. Ik, ik wou zeggen, ik dat was, was slechts waardig heim. Ja, het, alle, het allermooiste is dat iedereen uh, uh, beslist niet, dus hij, hij wel. Nee, dus maar, verder gebeurt er ja, niks. Ja. Maar hij, heeft, uh, hij had ook bij Haas de kans om langer door te gaan. Dat, uh, hij kon kiezen tussen Haas en tussen Audi, wat wij, uh, wat wij vernomen hebben. Um, ja, als je dan kunt kiezen tussen Haas en tussen Audi, is het niet zo heel erg moeilijk. Want een meerjarige deal met Haas, nou steek zeg maar, of Sauber, wat ongeveer hetzelfde prestatieniveau heeft. Waarschijnlijk drie keer zoveel betaald. Je kunt wel zeggen dat je voor Audi gereden hebt. En je kunt een onderdeel klopt. zijn van het Audi-team. Ja. Ja, en dat staat gewoon wat beter op je, op je CV dan uh, dat je uh, haast Haas heb gereden beneden. hebt. Ja. Een jaar of drie, vier, ja. vijf. Ja, ja, en het feit ook is natuurlijk, een Audi-coureur zeggen ze ook altijd, ben je niet voor even, ben je voor het leven. Dus we kunnen ervan uitgaan dat hij nu een deal heeft getekend. En dat hij ook nog daarna, als hij kapt in de Formule 1, een ambassadeursrol of een ambassadeurschapsrol kan krijgen bij Audi. En die jongen heeft niks te verliezen. Ruudja zegt inderdaad, in het slechtste geval blijft het een beetje zoals een haas. Ook in 2026 en daarna. Dan kan hij zeggen, ik heb voor Audi gereden. En vervolgens wordt hij een lekkere analist of gaat hij op conferentie staan. Stel, het kwartje valt de goede kant op met die nieuwe reglementen. Want dat is natuurlijk ook een reden waarop Audi gezegd heeft: oké, okay, dan pakken wij de Formule 1 volledig op. Komt het in één keer uit en kan die gast zeggen: ik ben na 300 races eindelijk een keer op een podium <laughs> ja, geëindigd. <laughs> ik heb, na nou, nou 239 Grand Prix's even mijn allereerste podiumplekje gehaald. Ja, dan gooit je hem vast wel weg. En in de race of mooi. zo, weet je, dat hij weer een podiumkoers ligt of in Barcelona. Uh, ja. Oh, oh, oh. of Baku dat hij dan uh, de muur weer knuffelt twee jaar op rij ja. dezelfde muur oh jongen ja, ja maar de ja, zelfspot een... van Hulkenberg is wel mooi want uh, wij hadden op Instagram hadden wij een heel mooi berichtje geplaatst met uh, meeste races zonder overwinning oh. nou dat was uiteindelijk dus uh, uh, Nico Hulkenberg en toen reageerde hij onder onze post van jongens er komen nog veel meer races aan zonder over overwinningen wacht maar dus hij heeft ook wel <laughs> een klein <laughs> beetje een leuke zelfspot neem ik jullie mee even Tuurlijk. in een hele kleine conspiracy theorie uh, twee 2013. Hamilton verandert van team. Hulkenberg gaat naar Sauber. Een toekomstig viervoudig wereldkampioen rijdt voor Red Bull. En het is één jaar voor nieuwe reglementen, waarna een nieuw team opstaat en domineert. Gaan we naar 2025. Hamilton verandert van team. Hulk gaat naar Sauber. Een toekomstig viervoudig wereldkampioen rijdt bij Red Bull. En het is één jaar voor de nieuwe regels. Dus eigenlijk kunnen we ervan uitgaan dat gewoon een ander team vanaf 26 gaat domineren. Dat is Mercedes. Ja, dat zeg je goed. Zolang de kleur hetzelfde blijft, zal het er weinig uitmaken, toch? Neemt de druk op Sainz nu nog toe, jongens? Want Sainz zou al meerdere keren een ultimatum hebben gekregen van Audi. Die is uitgesteld omdat Audi dermate graag eh, Sainz wil hebben. Sainz wacht natuurlijk misschien ook wel op Red Bull met Perez of Verstappen. En misschien een betere deal voor Mercedes. Uh, maar ja, ja. eigenlijk is overal nu nog maar één stoeltje vrij. Aston Martin eigenlijk ja maar. nog maar eentje. Maar ja... Dat is natuurlijk ja, een sleutel, eventueel. Die, 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 nee, maar de druk op Sainz wordt niet en, Nee, Sainz moet gewoon wachten. Sainz ligt ja. in, als Verstappen beslist, kan Sainz beslissen. Want als natuurlijk Verstappen weggaat... Ja, dan wil hij heel graag dat zitje hebben. En, en dat wordt natuurlijk het spelletje. Uh, hij hoopt dat Mercedes uh, Verstappen pakt... en dan kan hij het zitje van Max overnemen. Nou, dan ben je er. Ja. Hij, hij wil nu gewoon maar één ding. En dat is gewoon Sainz aast op het stoeltje geval. Verstappen. Sainz 100%. aast er niet op om de teamgenoot van Verstappen te zijn, want nee. dat is killing. Dat is jou geweest. Ja. En dat wordt gewoon Perez of blijft gewoon Perez. Alleen, precies ja, wat Tom zegt: waarom zou je nou weer gaan tekenen voor Audi, waarbij je weet waar ze nou rijden? Dat is op een rondje achterstand. En ja, dat ja. maak je niet in een jaar goed, en ook niet een anderhalf jaar. Die, die motor die kan trouwens overigens best wel goed zijn, want Audi heeft natuurlijk in alle rust gewoon toe kunnen werken. Uh, die heb je vast en zeker naar de kennis van de Ferrari motor van het, van het heden. Maar Audi heeft wel gewoon jaren de tijd gehad om een nieuwe motor te gaan bouwen. He, want achter ja. de schermen werkt ze al heel lang aan het project. Maar ja, als ik een science was, je bent de man in vorm, iedereen heeft het over je... En we, ja, waar moet de Audi voor gaan? Wie is er je vrij? Je gaat niet voor de poen. Je gaat niet voor Nee, maar ik nee, bedoel, je wie, zijn, wie is er auto. vrij? Wie kan, wie kan er nu brood ja. naar? Audi, die beter is dan Science? Niemand. Beter dan Science Beter dan Science niet. Maar goed, dit is natuurlijk weer gebaseerd op dingen die je leest en hoort. Maar onder Science zouden onder andere beide Alpine-coureurs, Ocon en Gasly, zouden staan. Nou, Tom, je hebt al vaker gezegd dat Ocon eventueel ook nog een lievelingje zijn van Toto. Ja, als Ocon en een Mercedes iets kan bewerkstelligen. Ja, waarom zou dan een, een Audi niet wel hebben? En wat ik bedoel is, hoe lang wil Audi wachten? En ook natuurlijk Sainz. Want dadelijk krijg je de situatie. Perez krijgt er een jaartje bij, neemt genoegen. Verstappen die blijft nog even. Altonelli die doet zijn testdagen goed. Die gaat naar Mercedes. En Audi denkt, ja vriend, we hebben nu lang genoeg gewacht. We pakken Gasly. Ja, dan krijg je ja. een stoeltje bij Alpine. Uh, Williams misschien. Uh, ja, en dan blijft er een haas. En dan blijft er niet heel veel over. Het is wachten op verstapperskeuze. Ja eens, maar ja, ik bedoel, Gasly of Ocon, daar gaat, het, daar gaat het gewoon niet worden. Tenminste, Sainz is wel gewoon beter dan die twee mannen en dat heeft hij ook laten zien. Ja. Ja, met Ocon krijg je ook vaak een, een bepaalde houding erbij, is dus volgens mij niet altijd even fijn. Uh, met Gasly bedoelt, bedoelt gewoon die Franse houding. Ja, bij Gasly gaat dat ook af en toe alle kanten op en Gasly is een. Uh, Verdienen alle twee wel een goede auto een keer, hoor, echt. Die frustratie. Ja. Bij Be, bel, bel even naar Alpino, hoor. Ik bedoel, ze ja. hadden we wel bijna punten, toch? De vorige race? Of hebben ze uiteindelijk het puntje. Nee, het puntje hebben ze net niet gepakt, hè? Dan eindig je nog achter een haas. Oh, die hebben een slecht jaar. Het hele jaar moeten ze nog door. Oh. Ja, het uh, duizend Racesplan van uh, Alpine was het toch wel meer uh, wereldkampioen te worden. Ja, in ze, plaats ze zijn van op, het uh, 100 ze zijn op 100 Racesplan. Ze zijn al op 1 derde, nee. We hebben Esteban Ocon staat 16 in het kampioenschap met 0 punten. En Pierre Gasly staat 19e in het kampioenschap met 0 punten. Forget it. Ja, ja het, is, uh, het, is een het is een beetje sneuig. Wij uh, gaan even de stellingen achter ons laten. We gaan heel even naar het via-play-tijdschema. Want als je net bent bijgekomen ja. van de jetlag die je bijna ontwikkelde. van de Grand Prix van uh, Japan en van China. dan gaat het nu weer totaal de andere kant op. Uh, lekker is wel, je blijft niet voor niks wakker. Het is weer een sprintweekend. Wat betekent dat wij vrijdag om half zeven s avonds tot half acht s avonds één enkele vrije training hebben. Dan hebben wij de sprint shootout. Wat officieel als de boeken gaat als sprint kwalificatie Tussen half elf en kwart over elf. De sprintrace is zaterdag, lekker tijdens het eten, tussen zes en zeven. De kwalificatie Top. voor de hoofdrace is dan tussen tien en elf, 4 mei avonds. En we gaan bevrijdingsdag, 5 mei, om tien uur s avonds racen. En dan als het goed is, net voor middernacht, valt de vlag. En um, het weer, vrijdag, zaterdag en zondag, tussen de 23 en 28 graden. En met een beetje pech hebben de coureurs. Een klein wolkje. Dat is zeg maar een beetje de weersvoorspelling. Zo, nou. Dus we kunnen alleen misschien oververhitting uh, verwachten. Maar dat zal het zijn. Zit je in de oh, studio, Tom? Van... Nee, nee, ik zit niet in de studio dit weekend. Het weekend daarna weer. Oh, wat jammer. Jij ja. zit wat bij je Italië zit je in de studio. Oh, dat is dat weekend ja. dat Kimi Antonelli van Sargent rijdt, toch? <laughs> nee, die gaat dus niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Maar ik begreep wel nee. dat uh, Mike, uh, onze vriend uh, Mike, is er wel bij. Hè? Mike Hezemans die uh, is als extra pit reporter. Uh, die woont in Miami, hè? Lo ja, local hero is je daar. Uh, Aaron, ja. is, Aaron is nou al bij hem. Die, uh, oh, goed, onze Aaron, hè? dat is ook een maatje van, uh, van Mike. Dus ze zijn nou een paar dagen er uh, samen op pad uh, aan het gaan. En dan gaan ze samen door naar de Grand Prix. En dan zien we Mike ook, uh, ook weer op de grid en uh, met Jan en allemaal praten, zoals alleen Mike dat kan. Uh, dat is mooi. Mike heeft natuurlijk overal scheid aan. Dat vind ik zo mooi uh, van Mike. Uh, een hele goede flair. mijn ja. teamgenoot geweest, ja. Mike, met, uh, met de Viper, toen ik uh, voor zijn vader race in 2001. De Mama mia, jongen, dat is een mooie familie. Die familie, daar kan je geen boek <laughs> over schrijven, maar dan heb je een boekenkast nodig. Die hebben verhalen en het is allemaal echt gebeurd. <laughs> Het zijn, ja, en op het leuk. einde van de podcast kunnen we misschien nog wel iets leuks aankondigen. Wat we met Mike gaan doen. Mag ik straks wel vertellen, toch Ruud? Even vast een Ja, maar Je mag zeker wel wat vertellen. We uh. ah, okay. waren even de aandacht voor het einde van de podcast. Gaan we nu even naar de Racing News vragenronde. Want als jij vragen hebt die gaan over een uh, Nui, over Max Verstappen, over het mooie gordijn wat hier achter me hangt. Noem het allemaal maar op. Kan je die gewoon stellen. Instagram at Joris uh, Beantwoord ik alle vragen. Of in ieder geval je krijgt reactie. Of je gaat in ieder geval naar ons Instagram van Racing News. En dan hebben wij zo'n mooie stickerpool waarbij je vragen achter kan laten? En uh, de eerste vraag die komt van Michael. En die zegt: Soms zien we in de race het rode lampje branden, omdat de coureurs de energie aan het opladen zijn in een auto. Dat is vaak aan de achterkant, heb je zo'n zo rood knipperlicht. Ja. Hij zegt: Maar is er een bepaald percentage vanaf dat lampje begint te branden? Want hij zegt: Bij de officiële F1-game beginnen ze te knipperen als er nog 20% batterij over is. Poeh. Sorry, ik weet het echt niet. Goeie vraag. Als ze remmen, dan brandt hij ook. Ja. ja, maar dan brandt niet het uh, energy battery lampje. Dan brandt het remlicht. Dat is een Remlicht, ja. dat is net, net ja. een andere. Die is ook rood. Nee, ook sorry, groot. weet ik echt niet. Ik, ik weet het niet... Uh... Michael, gefeliciteerd. Je hebt sinds lange tijd, ik denk de eerste van het seizoen, een vraag gesteld. waarbij zowel Tom als Ruud het antwoord niet op weet. Dat moet ik zeggen, dat vind ook nog wel even een kleine, een kleine <laughs> speciale, een speciale notificatie. Uh, misschien weten jullie wel de vraag van, van Mitchell. Die zegt: We zien uh, Fernando Alonso eigenlijk dingen uit die Aston Martin persen. wat we zagen een paar jaar geleden. wat verstappen kon persen. uit die Red Bull veel beter oud te maken dan wat hij is. Wat nou als Alonso net zo oud was. Als verstappen was hij dan de betere coureur? Ik denk dat hij nu juist best wel behoorlijk op zijn top zit. Je, je ziet de gemotiveerd je, die is. Je ziet het aan zijn smile. Je ziet het aan zijn glimmoogjes. Hij heeft er zoveel zin in. En die ervaring die hij natuurlijk heeft, die neemt hij nu ook constant mee. Dus dat helpt hem ook. Ik zie niks minder in zijn motivatie dan wanneer hij jonger was. Echt niet. Dus nee, ik denk dat hij, hij, hij is zichzelf helemaal aan het rijpen. Hij wordt alleen maar mooier, weet je wel. En mooier, beter, slimmer, sneller. En het verschil met een strol, Ja, kijk, weet je, dat is te groot. Dus ik durf niet te zeggen hoe die staat in zijn, zijn, zijn ranking voor zichzelf, op zijn piek op zijn wel of niet. Maar één ding is zeker. Hij, hij, hij scoort momenteel. En hij doet dingen waarvan we echt denken. hè? Hoe kan dat? Nou, dat, dat heeft ook gewoon met hem echt zelf te maken. Ja, alleen ik vind het bij hem gewoon zo moeilijk om in te schatten hoe goed het hij nou is, Tom. Ja, eens. Nou, want ja, wat er langzaam rijdt, ja, daar kunnen we een hele, hele, hele podcast over vullen. Een hele special over Len Strol, maar... Ja, het liefst zo min mogelijk. <laughs> nou ja, dan heb, je, dan heb je ook gelijk het antwoord een beetje. En dat is, dat is soms wel het, wel het probleem, vind ik. Ja, soms heb je wel eens van die coureurs en dan denk je van... Wow, maar ja, Daaruit er uh, met alle respect... Strol is ook gewoon een ja, veredelde paydriver. Nee. Kom op, Tom. Nee, nee. Yep, Hoe was het? Nee, ja, hij, nee, ik wil zeggen, hij imiteert nee, gewoon Strol. Het is, het is niet geen het is echt. Hm. Nou, je de een kalaba, Het is een beetje zo'n zo nazaal stem, alsof hij chronisch verkouden is. Zo, zo klinkt Strol eigenlijk een beetje. Nee, nee. Ja, en maximaal 20 seconden, hè. Dat is een hele nee. gezellige vent om mee te praten. Nee. Ik heb op Zandvoort heb ik nog wel met, met haar staan praten toen. En toen had hij nee. uh, geen idee wat hij toen had gedaan. Toen had hij die oor omsteken nee. en vind ik voor wat. Dat is een hele, hele pleister. Ja. Ja. En toen ging het dus ook al, dat was dus afgelopen, afgelopen uh, augustus, over zijn toekomst. En toen was er dus een journalist die had gezegd van... Ja, je kunt ook tennis spelen, uh, is de tenniscarrière niks voor jou? En dan had school, het is bijna onmogelijk, maar een keer grappig op gereageerd... dat dat misschien ook wel interessant was voor hem. Dus er werd in een keer in de Britse media uitgemeten... Het eerste grapje van Strol, en dat was nog geslaagd ook, want mensen hadden dus zoiets van, oh, dan ga je dan tennis spelen? Schijnbaar kan hij dat ook aardig. Maar toen heeft hij gewoon ja. drie, vier, vijf minuten staan praten en het was gewoon een, het was gewoon een wonder. Het was, ja. Normaal is het echt gewoon van, eh... Ja. Uh, Leuk voor de, de uitstraling we... van het merk trouwens, zo'n creur. Leuk, fijn. Lekker, ja. Uh. Goed. Ralf, 5, uh, MTB. Die heeft de vraag over die heeft een, het vertrek van Nuy, het mogelijke vertrek ook meegekregen. En hij vraagt zich eigenlijk af van wat nou de exacte redenen zijn dat hij weg zou gaan bij Red Bull. En hij kopt hem zelf in of misschien de politieke onrust binnen het team daar ook mee te maken kan hebben. Ja, ja, dat blijft nog wel even rommelen daar. Dat heeft natuurlijk alles te maken met. Uh... Met wat er, wat er gebeurt. En dat, en dat zie je ook aan Max. Hè. En hij heeft het zelf ook uitgesproken. Hè. Dat hij gewoon rust in het team wil. Um, maar de, de plezierfactor is daar niet meer. Ze gunnen het elkaar niet meer. Hij doet gewoon zijn werk. Hij doet zijn ding. En dan gaat hij weer naar huis. Dat is eigenlijk hoe het is. Hij gaat om negen uur naar zijn werk. En om vijf uur is hij weer thuis. En, uh, en hij vindt zijn baas niet aardig. Niks meer, niks minder. Ja, alleen als dat echt zo is, Tom. Dan gaan de prestaties op een gegeven moment ook... Nee, 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 nee. Jawel, niet, niet bij te stappen. Nee, 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 maar niet verstappen. Maar ik bedoel, van het hele team, hè? het ja. hele team. Ja, maar als, dat het gaat hele, gebeuren. als het hele team elkaar net iets minder lief vindt, bedoel, het is ja. wel een sport waarin je ja 365 dagen per jaar tot het uiterste moet gaan hè? en nog verder. 2026, hè? dan gaat het minder. Ja, maar ja, dat, het. dat het is pop, 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 pop. Als je dat anderhalf jaar naar vol moet houden, als nou inderdaad het nieuwe gaat uh, Bekers als, winnen. Als Marco, nee. ja, maar bekers winnen is net hetzelfde als geld. Op een gegeven moment is dat ook oké. Okay. Nee. nee, 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 nee. Geld kijk je niet naar. Dat is precies andersom wat je zegt. <laughs> nu, nu, nu denk jij aan, aan, aan jezelf. Maar een autocreur denkt niet zo. Een autocreur denkt namelijk niet aan geld. Die denkt namelijk aan winnen. Jawel, maar is... het op een gegeven moment gaat... Eh, je al zegt, die magie is al wat minder. Maar als, en nu, wie gaat weg? Nou, dat is de vraag. Wat gaat er met Helmut Marco gebeuren? Ja, als Helmut, Helmut Marko gaat. Niet Newey. Ja. Newey is niet belangrijk voor Verstappen. Echt niet. Die mag weg. Er, er, er zijn twee keyfactoren. Dat zijn de motoren en dat is Helmut Marko. 100%. Zou Max Verstappen in die onderhandelingen, die vrije onderhandelingen met Mercedes, ook misschien eisen of willen of opperen dat Helmut Marko meegaat naar Mercedes? Ja, Tuurlijk. Maar ik denk zelfs dat het is aangeboden. Want ik denk, ik denk gewoon dat Mercedes er lang weet dat dat een vertrouwenspersoon is. En er is ook een Niki Lauda daar geweest. En een spokesperson. En, en iemand waar ze wat van hebben. Kijk, ik denk dat zo'n merk Mercedes wel wat guidelines zal instellen. Maar uh, weet je, hij, hij wordt ouder. Hij wordt wat genuanceerder. Dus het, het, het valt allemaal wel mee. Ik mis de uitspraken van Helmoet Marco. En dat meen ik. Echt waar. Het is al een jaar lang denk ik. Jongen, jongen, jongens. Wat is daar allemaal aan de hand? En dan... Dan weet je dat er Hommels is. Ja, ja eens. Dus de, de scherpte die mis je een beetje. En die scherpte heb je uiteindelijk wel nodig. Nick is de laatste geweest, denk ik, uh, die, uh, waarbij die scherp was. <laughs> <Ja>. <laughs> en dat duurde nu vrij lang voor hem. Uh, helaas wel, ja. Nick had gewoon het hele jaar moeten blijven zitten. Dat was gewoon onder, uh, onder Hans Dieltje met Horner, met, uh, met Ricciardo. Dat was al lang op de kokstofd. Daar ben ik echt doodziek van. Nick had gescoord. Echt. We draaien hem nog even één keer om. We hebben natuurlijk heel vaak gezegd... Uh, als Marco gaat, gaat Max Verstappen ook. Of in ieder geval zijn toekomst hangt daar sterk aan af. Uh, stel, Max Verstappen gaat inderdaad weg. Warner dan ook bij Red Bull. Gaat en helemaal Marco kan niet mee. Zegt hij dan ook... jongens, ik vind het mooi geweest. Mijn werk zit erop. En ik ga lekker uh, rentenieren. Wie? wie? Uh, Helmoet Marco, Marco bedoel je? Ja, ja, stel Max Verstappen gaat gewoon naar Mercedes. Laat het even makkelijk zeggen. Ja? En hij neemt Helmoet Marco niet mee. Dus Marco blijft achter met Horner dan bij, uh, bij Red Bull. Zegt Marco dan ook, jongens, ik vind het mooi geweest. Of ja. is Verstappen ja. ook dermate belangrijk dat hij dan uh, weggaat? Als, 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 als die man is uh, 81. Uh -huh. Ja, zoiets. Als, als hij niet meer kan werken met, met Max, wat heeft hij dan nog te winnen? Wat heeft hij te bewijzen? Hij dat is al geen... Ja, maar hij zal geen ruzie gaan maken met, uh, met Christian Horner dan binnen, binnen Red Bull, want ja, dat wordt dan toch niks. En ja, nieuwe talenten, ja, uh, hij kan Rocco Coronel helpen. <laughs> maar meer zit er dan ook niet in. Ik denk alleen dat het een heel duur prijskaartje wordt, maar ik begreep aan het begin van de podcast stom dat jij zijn nummer hebt, dus je kan het altijd even een paar jaar een keer proberen. Ja, bekers waren belangrijker dan geld, hoorde ik net dus. Ah, joe, is goed. Ja, nee, Wij gaan uh, onze voorspellingen doen voor de Grand Prix van Miami. En voorafgaand staat uh, Tom aan de leiding met 181 punten. Ja. Ruud 161 en Joris 146. Die naam Joris, die gaan we wegstrepen. Want het wordt Tom versus Ruud versus de fans. Jij kan namelijk fan van de week worden. Als we gaan vooruitblikken op een Grand Prix, kan jij gaan voorspellen. Wil je nou fan van de week worden? Stuur even een DM, Joris Mosterdijk. Ga ik je noteren. We hebben een hele leuke lijst. En ik pak iedere week wat willekeurig eruit. Um, deze keer is de eer aan luisteraar Mike. En waar ik achteraf achter kwam, was dat Mike ook bij ons live-event afgelopen december in Utrecht was. Ja, dat hij ook nog eens mooi. een keer daar een simrace had gewonnen. Dat hij dus iedereen ook nog eens een keer tot snot reed. En hij heeft de voorspelling Opa. al ingevuld. En het mooie is: ben jij als fan van de week beter in voorspellen dan zowel Tom. Als Ruud, pak jij de meeste punten, dan krijg jij een Max Verstappen-Cap. In eerste instantie was de vraag: wat wordt de top drie in de kwalificatie voor de hoofdrace? Mike gaat voor Verstappen, Perez, Norris. Ruud, ik wil van jou weten: wat wordt de top drie in de kwalificatie? Oh ja, ik krijg Tom het heel makkelijk. Hè? Ik kan je ons weer een beetje naapen en dan weer een beetje aanpassen? Ik heb, maar... Maar... Wil je dat ik het nu zeg? Want dat, dat bedoel ga ik voor. Hè? Ja, Max, Max, dan Gaan we het ook krijgen? Pérez... Ja, zeg maar. Ja? Max Leclerc Norris. Zo, kijk. Norris. Nou, Max. Per Dan uh, is voor jou de vraag de top 5 in de race, Ruud. Max, Tcheko. Uh, jouw grote vriend Sainz doen we deze keer. Vind ik Leclerc weer. Norris. Tom. Dus een dubbele, dubbele Red Bull, dubbele Ferrari en een mclaren creur erachter. Max, Leclerc, Perez, Sainz, Norris. Norris. Ja, het allemaal... Uh, ja, maar Norris ik wilde eigenlijk wat jij zei, dus slaap maar. Maar het is goed. Ja, we voelen, nou ja, we voelen ook niet ja, zoveel aan, hè, Tom? Ja, ik vind het goed. Ja. Mike, die heeft uh, de uh, voorspelling gedaan dat Verstappen wint, Perez tweede, Leclerc derde, Norris vierde en Sainz vijfde. Dus als ik even zo snel naar ja, jullie... Ik. Ja, nee, niet hetzelfde. Want jij hebt Norris vijfde, Sainz vierde, Perez derde. En Leclerc tweede. En hij heeft Leclerc derde, Perez tweede, Sainz oh. vijfde en Norris okay. vierde. Ja. Dus het dus, ja. dus, ja. dus is overal... bijna mijn voorspelling. Bijna mijn voorspelling. Er is niemand nee. die hem zet, dus in de top vijf Nee, ook niet jouw verspelling, Ruud. Echt want niet. jij hebt Sainz derde en hij heeft Sainz vijfde. Jij Leclerc vierde, hij Leclerc derde. Ja, jij de Noors vijfde kureurs. en hij vierde. <laughs> en het zijn wel dezelfde <laughs> coureurs. Hé, hey, uh, en Mike kwam... Waar uh, is Lewis op, Hamilton? De... Ja, waar ging maar op de, top de, de top vijf spelen? Niet, van... niet de top zeventien. De... Oh, <laughs> en dan zie, je, dan, zie je, dan, dan zie je daar een Hamilton zo... Bam! Weet je? het op jouw neus, jongen. Stuur hem even dit audiofragment door. Ja, als hij, in de top, als hij vierde wordt, zit hij nog steeds in de top 17. Dus op zich zeg ik iets heel safes. <laughs> nee. hey, hey, de voorspellingsvraag die is ook voor de fans van de week. En Mike die kwam met de voorspellingsvraag. Hoeveel virtuele en of volledige safety cars krijgen we tijdens de race? Zijn antwoord is twee. Ja, die mogen jullie niet overnemen. Dus dat moet hoger of lager zijn. 1. 1. virtual safety car. Ruud. Uh, ja. Wordt het dan 0 dus of 3, 3? Of ga jij gewoon 7 zeggen? Want dat mag natuurlijk ook. Je hoeft niet, oh. je mag zeggen wat je wil. Ik wou net 1 zeggen, maar ja, dat is al een beetje. <laughs> nee, 1 dat mag niet, hè. die is van Tom. Oh, jongen, jongen. Ja, nou, we gaan gewoon voor 3. Kom op, want 0 dat gaat niet gebeuren. Dus. En uh, 3 ook niet. Dus uh, Tom, feliciteert met je puntje. <laughs> waarom denk je dat ik het zo snel zei. De, ja, maar gewoon een beetje meer dedicated zijn. Want Ruud, je hebt het zelf ja, ingekopt. Jij begon net met... Oh joh, nee, dan gaat hij het overnemen. En dan is hij eerste en dan wordt het een beetje salty. Dat vind, vind ik niet lief, Ruud. vind ik niet lief. Hé, hey. hey, die Lando Norris. Die heeft even lekker, uh, lekker Koningsdag gevierd, hè? God, ja, ik die was je jongen. Die heeft ik zat even op een gekopt. kartbaan... waar het <laughs> regende en drama. En dan zie ik hem daar op een boot... helemaal platte patat in de party mode. Ik God, ben er Had je die neusje gezien? Ja, ik zag die boot. Die boot had van die hele lage uh, relingen. Had hij erop zitten. Ja, dat was daar al heel moeilijk. Zo, zo, uh, zo lopen door de grachtjes uh, van Amsterdam. Ja, joh, het Norris is 1,45 meter, 45, man. Ja, maar, ja, als je mij op die boot zet, <laughs> dan hang ik aan die brug vast. Weet je? Ja, maar als je zo gaat springen. Kijk, dat is nooit last geweest. In één keer begin je dit te doen. Het verhaal zou zijn nee, dat, dat Norris zich inderdaad gestoten is. Ze hebben op zijn neus of iets met glas. Een beetje een glas gebroken. Met een, met een neusmondje. Ah. Dus we kunnen even kijken of we hem met een mooie pleister. Uh, wat is het? Uh, donderdagavond gaan zien of woensdagavond al wanneer. Uh, onze fotografen ja. me spotten. Dan had ik beloofd uh. dat wij nog even iets zouden kort aankondigen wat we binnenkort gaan doen. Uh, samen met oh, ja. Mike Hezemans. Moet ik zeggen, Hezemans Karting. Zijn het ook even je agenda, Tom? Tickets zijn binnenkort te verkrijgen. We gaan namelijk een heel oh, tof kart-event doen. 27 Over, mei in de avond. Dat is een maandagavond bij Hezemans Karting in Eindhoven. Uh, kan je met... Hoeveel mensen kunnen wij uitnodigen, Ruud? Poeh, ik weet even niet meer 60 plus. Oh, 60 wauw. plus mensen die kunnen langs gaan komen. Dan ga je minimaal twee heats karten met de kwalificatie en je gaat een, een race rijden, zeg maar de snelle race en de iets snellere race. En we gaan ook een speciale podcast opnemen met, uh, met Mike erbij en uh, Ruutte sowieso. 27 mei zei je? 27 ja, de mei. De ja, maandag. Hier, heb ik slechts de maandag. ik slechtste chauffeur van Nederland. Opnames. Ja, die, die ah. hebben wij ook in aantal, dan live bij Hedemans op de kaart Die aan. hebben wij ook. Is, misschien kunnen we de, de, zo'n crossfade doen, gewoon zo'n crossover. Dus een chauffeur van Nederland en een kart over zo. Ik denk dat er ook nog wel goede leercurves zijn voor die gasten. Mooi. Ja, Jongens, tickets en uh, de ja. aankondiging binnenkort op onze site. Ja, dus, hopelijk. Uh, volgende op. week meten wij meer in de podcast gaan we het zeker aankondigen en je ziet het altijd via onze social media kanalen en onze website. Uh, Tom, ik wil jou bedanken voor je tijd. Ruud, jij ook bedankt voor je tijd. Ga Dat beide is. genieten van uh, de meivakantie zou ik zeggen, terwijl ik gewoon lekker hard doorwerk. En dan zijn wij volgende week gewoon weer terug en dan gaan we terugblikken op de Grand Prix van Miami.